Moet hij mee naar het bureau omdat hij dronken achter het stuur zit? Willen alle dieners met hem op de foto? Maar die boete moet hij toch wel betalen. Tja, je hebt nou eenmaal goede tijden en slechte tijden. Voor mij maar weer op de bom. Ik heb toch aardig wat gehad in mijn leven. Veel snelheid, bekeuringen, parkeren, boetes door rood licht. Ik heb op een gegeven moment wel de gedachte had om een toilet ermee te behangen. Hoeveel lessen moet je gemiddeld volgen om je rijbewijs te halen? Een stuk of 30. En dan word je op zoveel dingen word je beproefd. Ik denk dat we gewoon heel goed kunnen autorijden in Nederland. En ik hou van hard rijden, dus ik ging nooit onder de 160 naar mijn werk. Maar als dan iemand mijn snelheid ging rijden achter me, en er zaten twee mannetjes in of zo, dan pas ik erop, ging opzij. Maar dan weet ik inmiddels ook dat je 2 kilometer achter je aan moet rijden voordat ze je mogen aanhouden. Dus als je na 1 kilometer aanhouden, dan hebben ze geen poot om op te staan. Ferry woont afwisselend in Amsterdam en Hollywood. En in Amerika is de politie nou niet echt je beste vriend. In Amerika dan moet je wel heel erg oppassen. Daar hebben ze bijna geen flitspalen, maar daar staan ze gewoon altijd achter een struik. Met de radar en dan ben je gewoon een sjaak. En als ze je dan pakken, dan betaal je ook meteen de hoofdprijs. En als je dan nog een slokje erbij hebt, dan betaal je meteen $6.000 boete. Ze gooien je in de cel. Je rijbewijs even inleveren, iets van 10 AA-meetings. En dan heb je maar een paar drankjes gedronken. Niet goed te lullen, maar ze pakken je daar echt keihard aan. Het werkt wel. Ik wil niet zeggen dat we het hier moeten doen, maar het werkt wel. Het gebeurde gewoon heel vaak dat ik op Schiphol kom en de douanecontrole door zegt, wilt u even meekomen? Meneer Somarchi, wilt u zich melden bij de Marechaussee? Loket 13, bekeuringen. Dan zit ik weer bij de Marechaussee. Dat is echt een keer of 4, 5 gebeurd. En ik zeg, laten ze even zien, die snelheidsboetes. Ze moesten €240 betalen. En ik zeg, nou, die zijn niet van mij. Kan niet. Ik zeg, ja, je moet toch betalen. Ik zeg, nou, ze zijn niet van mij. Ik kan niet. Ik heb geen zin om te betalen. Zegt hij, nou, meneer, als u weigert te betalen, kunnen wij u eigenlijk niet tegenhouden. Voor iedereen in Nederland, wat mij verteld is de laatste keer, als je bij de douane wordt aangehaald, je moet de Marechaussee, je moet een boete betalen en je weigert hem te betalen, mogen ze je eigenlijk niet aanhouden. Dus dan kun je gewoon doorlopen. Wat de politie betreft lijkt het of Ferry het geluk aan zijn kont heeft hangen. Ik weet niet hoe lang geleden dat is. Want toen reed ik van het Leidseplein naar mijn huis. Ik woon op de ouderzijds Voorburgwal en ik had een drankje op. Ik zei, nou, die paar meter die kan ik wel rijden. Lekker stom natuurlijk. Maar toen reed ik, ik ben met 80 over de gracht of zo. En vlak voor mijn huis werd ik aangehouden. En die gast zegt, er komt een walm uit mijn mijl. En die zegt, heb je gedronken? Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Nou, volgens mij wel. Nou, ik heb niet gedronken hoor. Ik weet niet wat met jou is. Nou, blazen. Doe ik wel de eeuwige truc, gewoon eerst al mijn lucht uitblazen, verse lucht in en dat weer in de pijpje. En dan, daar kom ik 9 van de 10 keer mee weg. Dat kwam ik toen altijd en dit keer was ik gewoon de sjaak. Ik moest naar het politiebureau en wilde ze me even in een cel stoppen. Even afkoelen een paar uurtjes en dan mocht ik wel weer naar huis. Die boete zou wel komen, maar hey, ik ben nooit echt in die cel beland. Want iedereen die herkende me van goede tijden. Dus het werd gewoon eigenlijk een hele fotosessie geworden op het politiebureau. Iedereen wilde op de foto. Dus ik heb daar wat Polaroids van meegekregen. Dat was gewoon eigenlijk gewoon een beetje een feestje. Ik heb het eigenlijk alleen maar gezellig gehad in de cel. Gezellig. Hey. Kijk op de site opdebon.avro.nl.